Gingen de politieke luiken vandaag weer open op de eerste vergaderdag na het meireces. En ook Kamerlid Nillever Gündogan was aanwezig. Voor het eerst als twintigste uh, fractie, Thomas. Ja, we hebben er nu twintig. Dus de versplintering die is compleet. Zij zelf zei overigens, ja, dat is een gegeven waar we het mee moeten doen. Uh, maar ik ga mijn best doen om te laten zien dat ik als individueel Kamerlid... toch nog wel iets uh, kan bijdragen, want ze had... Ze zei, ik wil aan het werk vandaag. En wat je natuurlijk hebt als je in het nieuws bent als Kamerlid... dat heel de dag journalisten op je deur kloppen. Dus wat had ze nou met hulp volgens mij van wat adviseurs bedacht? Om twaalf uur, dan doe ik bij de zogeheten patatbalie... zoals je die hebt bij de Tweede Kamer. Ja. Daar sta ik iedereen te woord en daarna is het basta. Daarna wil ik aan het werk. Want ze wil ook echt... Uh... Ja, ze vaak, moet vaak. wel in de eentje, toch? Ze moet wel in de eentje. Ze zegt wel dat ze tot de zomervakantie het nog een beetje rustig aan gaat doen. Uh, want ze heeft ook nog geen eigen medewerker, bijvoorbeeld. Die, nee. die moet ze nog zoeken. Uh, dus daar is ze nog mee bezig. Maar uh, ja, ze gaat het in de eentje doen. En de grote vraag is natuurlijk... Ja, hoe zit het nu met die aantijgingen van Volt... En... Ja, ze had vanmiddag een vrij emotioneel verhaal. Ze zegt nog steeds van ja, weet je, de feiten zijn nog steeds niet allemaal boven tafel. Het is nog steeds niet allemaal goed uitgezocht. Zij ontkent nog steeds natuurlijk alles. En ze zegt dat ze er heel veel last van heeft, omdat ze op haar werkmail en op andere plekken nu van allerlei mannen vieze berichten krijgt. Dickpics begon ze over die ze krijgt en dat ze daar emotioneel echt heel veel, uh, veel last van heeft gehad de afgelopen tijd.